Nu je je stip hebt gezet op de kaart van Nudge, is het tijd om je profiel verder in te vullen. Zorg dat je ingelogd bent en ga naast je naam naar het drop-down menu. Kies voor instellingen. Het instellingen menu zie je vier tabs. Een tab profiel, een tab adres en stip, een tab social media en een tab buurten. We lopen ze alle vier door. Het blok publiek geeft je publieke gegevens weer. Je voor- en je achternaam zijn al ingevuld. Schrijf een korte bio die iets meer vertelt over wie jij bent. Kies ook je profielfoto. Je kunt niet zelf een foto uploaden, maar straks als je social media accounts zijn gekoppeld, kun je ook een profielfoto van een van deze accounts kiezen. In het blok inloggen zie je het e-mailadres van je account. Hier kun je dat wijzigen. Ook kun je je wachtwoord wijzigen. In het blok privacy en updates kun je bepalen hoe zichtbaar je bent op de kaart. Dit doe je door de vinkjes aan en uit te zetten. Je kunt andere nudgers ook toestemming geven om je een bericht te sturen. Geef ook aan of je nudge updates wil ontvangen en of je je actief in wil zetten. Klik op opslaan om al je wijzigingen definitief te maken. Op het tab adres en stip zie je het postcode van je stip. Vul daar je stad, je straat en je huisnummer in. Klik weer op opslaan. Op het tab social media kun je je social media accounts koppelen aan je Nudge account. Wil je je Facebook account koppelen, klik dan op de knop verbinden om de koppeling te maken. Hetzelfde geldt voor je Twitter, je LinkedIn en je huisaccount. Het tab buurten laat zien van welke buurten jij lid bent. Omdat je nog niet aan hebt gemeld als buurtburgemeester, zie je hier nu nog geen buurt staan. Dadelijk als je aangemeld bent als buurtburgemeester, staat jouw buurt hierbij.